In grote steden en in kleine dorpen, overal wonen mensen. Het zijn Nederlanders en buitenlanders. Mensen worden geboren en gaan dood. Ze trouwen en gaan scheiden. Wilt u trouwen? Of komt uw man of vrouw naar Nederland? Dan moet u naar de afdeling burgerzaken of publiekzaken in uw gemeente. Misschien gaat u een keer verhuizen. Uw nieuwe adres moet u dan binnen vijf dagen melden. Dit kan bij de afdeling Burgerzaken of Publiekzaken in uw nieuwe woonplaats. Heeft u een baby gekregen? Geef dan de baby aan bij de afdeling Burgerzaken of Publiekzaken van het gemeentehuis. U moet dit binnen drie werkdagen doen. U bent strafbaar als u het later doet. Van het ziekenhuis of de verloskundige krijgt u een bewijs dat de baby geboren is. Dit bewijs en uw eigen identiteitsbewijs neemt u mee naar het gemeentehuis. Neem ook uw trouwboekje mee als u getrouwd bent. Ook voor het aanvragen en vernieuwen van een paspoort, identiteitskaart en rijbewijs moet u naar burgerzaken of publiekzaken gaan. Hallo, ik kom mijn rijbewijs Ja. Voor alle documenten moet u betalen. Vergeet dus niet geld mee te nemen. U kunt ook uw rijbewijs aanvragen de dag nadat u bent geslaagd voor het examen. U hebt hiervoor een identiteitsbewijs en één pasfoto nodig. Ja? Okay. Terug. Jo, dat is een rijbewijs moet u elke tien jaar vernieuwen. Wilt u een nieuw paspoort aanvragen? Neem dan geld, een pasfoto en uw oude identiteitsbewijs mee. Een identiteitsbewijs is vijf jaar geldig. Meer informatie vindt u op internet. Bij publiekzaken kunt u ook vergunningen aanvragen. Bijvoorbeeld een vergunning voor een parkeerplaats. Er zijn veel soorten vergunningen. Bouwvergunningen, parkeervergunningen, vergunningen om op de markt te staan. Bij de gemeente vertelt men u wat u moet doen om de vergunning te krijgen. Alle inwoners van Nederland betalen belasting aan de overheid. Maar de gemeente vraagt ook belasting. U moet onroerend zaakbelasting betalen als u in een koophuis woont. U zet elke week uw vuilniszakken of vuilcontainers buiten. Voor het ophalen van het vuilnis betaalt u belasting. Hebt u een hond? Dan moet u hondenbelasting betalen. Vraag de informatie bij burgerzaken of publiekzaken. U hebt misschien een computer en ook internet? Veel gemeenten hebben een digitaal gemeenteloket. Dat is een website met veel informatie van de gemeente. Bij dit digitale loket vindt u ook informatie over vergunningen. U woont in Rotterdam. Morgen gaat u verhuizen naar Utrecht. Moet u uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente? Ja, binnen twee weken. Ja, binnen vijf dagen. Nee, u hoeft niets door te geven, dat gaat vanzelf. U woont in Rotterdam. Morgen gaat u verhuizen naar Utrecht. Moet u uw nieuwe adres doorgeven aan de gemeente? Ja, binnen vijf dagen. Een rijbewijs is tien jaar geldig. Waar moet u uw rijbewijs laten vernieuwen na tien jaar? Bij de rijschool. Bij de politie. Bij de gemeente. Een rijbewijs is 10 jaar geldig. Waar moet u uw rijbewijs laten vernieuwen na 10 jaar? Bij de gemeente. U woont in een huurhuis. Het huis is erg klein. U betaalt veel huur. Moet u ook nog onroerend zaakbelasting betalen? Nee, niet voor een huurhuis. Nee, niet voor een klein huis. Ja, u moet onroerend zaakbelasting betalen. U woont in een huurhuis. Het huis is erg klein. U betaalt veel huur. Moet u ook nog onroerend zaakbelasting betalen? Nee, niet voor een huurhuis. Maria wil tassen gaan verkopen op de markt. Waar kan ze een vergunning aanvragen? Bij de politie. Bij de Kamer van Koophandel. Bij de Gemeente, afdeling publiekzaken. Maria wil tassen gaan verkopen op de markt. Waar kan ze een vergunning aanvragen? Bij de Gemeente, afdeling publiekzaken.